Hi en welkom bij Cultuurruur. Het programma waarin we aandacht besteden aan kunst en cultuur uit onze regio. We zijn inmiddels toe aan aflevering nummer 22, dus laten we snel beginnen. In het centrum van Nijkerk, aan de Brede Beek, staat een Rijksmonument. Bijzonder aan dit gebouw is dat de voorgevel schuin staat op het woonhuis. Bewoner H.J. Jacobsen heeft het pand eigenhandig opgeknapt en vertelt ons meer over de historie van het pand aan de Kolkstraat nummer 8. Welkom op Kolkstraat 8, een Rijksmonument wat gebouwd is voor 1700. Het huis werd in oude dijkrollen van de polder Arkemeen, waar de belasting geheven werd, werd genoemd het huis aan de vaart, weleer het Bagijnenland. De vaart van Nijkerk was in die tijd een beek met aan het einde een spuisluis waar met eb het water kon afvloeien en met vloed sloegen de sluisdeuren dicht. De schepen die de handelswaar naar Nijkerk brachten, moesten bij de spuisluis omladen op schuiten. De schepen kwamen van Amsterdam en van waar dan ook. Maar de schuiten, dat waren trekschuiten, die brachten de handelswaar hier in Nijkerk. In 1721 was de vaart verbreed en was er een schutsluis gekomen dat de zeeschepen ook hier tot Nijkerk konden varen. Het laatste stukje vaart hebben ze niet verbreed. Ze hebben een kolk gemaakt, een draaiwater voor de schepen bij het gemeentehuis. En die kolk was vroeger hier op het plein. Dus vanaf die tijd liep hier gewoon maar een beek. Nou, die beek ging schuin door alle stukken land heen. Want de kavels lopen noord-zuid aan de zijkanten van de grote kerk, waar de toren altijd, zoals overal in Nederland, aan de westkant zit, werden de kavels uitgegeven noord-zuid. Het beekje wat er schuin doorheen gaat, zie je hier aan de kavelgrenzen. Dus dit is een huis, zeg maar, wat voor een punt heeft, omdat het met de straat meegebouwd is. Het huis heeft ook, zeg maar, tot 1880 een puntgevel gehad, die we zometeen aan de achterzijde ook zien. Op één hoog was al pakhuis. De eerste zolder en de tweede zolder waren ook pakhuisruimtes. Er was een takel, er waren laadluiken. En de takel kon zowel buiten als binnen takelen. Dus de handelswaar kon ook van 3 hoog naar 2 hoog getakeld worden binnenin als slecht weer was. Dan komen we hier het pakhuis binnen. Waar dus duidelijk te zien is, het pakhuis is recht op de straat gebouwd. Maar daar kom je de kavelgrens weer tegen, dus het maakt een hoek. Het pakhuis was een tabakspakhuis. Buiten Nijkerk had je de droogschuren, de tabak die op het land verbouwd werd, werd daar gedroogd in schuren waar ze de luiken open konden zetten. Hier werd tabak opgeslagen in een bepaalde periode. En hier zaten, toen ik het pand kocht, zaten hier nog planken, die waren wel een halve meter breed. En daar zaten hier en daar scharnieren, die konden ze openzetten dat de tabak binnen niet ging verschimmelen. En verder, rond 1730 woonde hier een wijnkoper die, zeg maar, de kelders gebruikte om zijn wijn op te slaan. En wat er, ja, verder in het pakhuis opgeslagen werd, daar wordt geen melding van gemaakt. Alleen als het toen het in 1769 te koop aangeboden werd door de erven van de familie Crinius, een wijnkoper, oorspronkelijk uit Vianen, daar ook in het stadsbestuur en predikantenfamilie, toen werd het te koop aangeboden, een nieuw getimmerd woonhuis met wijnkelders, een groot pakhuis, achter een kookhuis, wat bij ons een bakhuisje is, een tuin met fraaie aspergebedden en fraaie fruitbomen. Dit is het bakhuis, het
kookhuis uit de oude koopactes. Waarvan het rechterraam was een deur, het linkerraam was dichtgemetseld en het was een stal met stalrepels waar beestjes gestaan hebben. De toilet was buiten. Het huske heette het vroeger. De achterzijde van het huis heeft nog de oorspronkelijke topgevel met een hijsbalk, twee laadluiken. Want op de eerste verdieping waren twee kleine slaapkamertjes met bedsteden. De achtergevel is net als de andere gevels, die zijn allemaal gerestaureerd, opnieuw gevoegd. Nieuwe luiken, voor een deel ook nieuwe ramen en een nieuwe achterdeur. En rechtsonder, bij de keuken, zie je nog de restanten van een vroeger huis van voor 1700. En dat vind je ook in de kelders terug. Het bakhuisje heeft ook zeg maar onder de gele steentjes. En de topgevel is eigenlijk identiek aan die van het grote woonhuis. Dus die zijn waarschijnlijk uit dezelfde tijd. Deze put moet je je voorstellen toen ik het kocht en hier alles ging omspitten en allemaal puin vond. Dat ik wel 70 centimeter onder de grond een gewelf vond met een vierkante sluitsteen. En daarin zat een rond gat. Nou, er zat ook een rond gat hier in de muur, in de hoek. Bij het aanrecht met een lode pijpje. Dus het was heel aannemelijk dat het water wat binnen in de keuken opgepompt werd, dat dit uit deze pompput kwam. Je kwam pompputten eigenlijk overal wel tegen. Die waren afgesloten dat het water schoon bleef. En ik vond het zonde om hem weer dicht te gooien. Dat hebben ze bij het museum gedaan, zeg maar. Ik heb hem in ere hersteld, maar ik heb hem boven nieuw gemaakt en onder is hij oud. Dus er zit een pijlschaal in. En die geeft ook aan, die is geëikt, dat we hier op 1,51 meter boven NAP staan. En dat de woonverdieping van het huis op 2,80 meter boven NAP is. Behalve de waterput, die voor drinkwater gebruikt werd, had het huis nog een put. Dit is eigenlijk een kleine waterkelder. Het is een waterput waar de regenpijp, die konden ze erin hangen. Een stuk lood zit er nog in. En als die vol was, hingen ze hem ernaast. Dan liep het wel achter de tuin in. Met dit water werd de was gedaan. Want in hemelwater zit geen ijzer. En ze hebben honderden jaren met touwen en een emmer hebben ze het water uit de put gehaald. Deze put, zeg maar, is 1,65 meter breed. Op de vloer liggen blauwe plavuizen. Ook hierboven, dit is weer nieuw metselwerk. Het oude was kapot gevroren en daar vielen de stenen uit. Dus ik heb de deksel er toen met hulp heb dat eraf gehaald en de oude stenen weggehaald. En vanaf de bovenkant van het gewelf weer nieuw gemetseld. Dus net als de andere put, onderoud boven nieuw. Hij loopt een kleine 3 meter, loopt hij hier naar achteren door als gewelf. Hij is ongeveer zo breed en hij is 1,55 hoog. Dus daar kon een enorme hoeveelheid water in. Hier zie je hele stenen en hier halfjes. En die blijven allemaal doorgaan, die halfjes. Er hoort een hele steen te zitten. Hier heeft vroeger een raam gezeten. Gelijk aan achter. En weer een stenen muurtje, zo smal als dat. En vervolgens weer een raam. Dat is bij het afbikken van de muren aan de binnenzijde in 1980... hebben we dat eigenlijk allemaal teruggevonden, die sporen van hoe het vroeger geweest zou kunnen zijn. Van een monument gaan we naar beeldhouwen. Maar kunstenaar Kees van der Reep vertelt ons alles over zijn passie. Ik ben Kees van der Reep. Ik ben met beeldhouwen eigenlijk begonnen in 2010. De eerste start, het was een verjaardagscadeautje eerlijk gezegd. Zo van, ik had blijkbaar een keer geïnteresseerd staan kijken naar beelden op een markt. En toen dacht mevrouw van, oh, dat vind je blijkbaar leuk. En nou ja, verjaardag. Dus kreeg ik 10 lessen bij, ik geloof 10 lessen, want ik mogen er ook 5 geweest zijn, dat weet ik niet meer precies. Bij Henk Pothoven hier in Nijkerk. En eigenlijk was dat de eerste kennismaking en sindsdien ben ik eigenlijk blijven beeldhouden. Niet zo lang bij Henk van Pothoven, nou, later is vooral zelf aan de slag gegaan. Is een cursus gedaan bij Kees Verwij in Amersfoort, ook een beeldhouwer. Nou ja, toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik meer met beeld houden.
En niet steeds een cursusje waar je even wat leert, een paar leuke dingen en dan, nou ja, dan ben je er weer doorheen. Dan moet je weer, ja, dan is de cursus weer afgelopen. Dus toen heb ik gezocht naar een echte opleiding. Nou, die heb je in Nederland heb je een paar mogelijkheden, maar in België heb je ook heel veel mogelijkheden, omdat die veel in het deeltijdkunstonderwijs doen. Nou, dan ben ik daar terechtgekomen op de beeldhouwafdeling. En ik ga nu in september starten met mijn laatste jaar, dus ga ik afstuderen. En op de academie, het werk wat je op de academie doet is een heleboel figuratief. Dus er staat in de eerste jaren een beeld wat je moet namaken. En in klei namaken, dat wordt niet in steen gehouden. Steen is een facultatief vak, of hout ook, echt dat hak. Maar daarnaast zijn er ook vrije opdrachten. Waar bijvoorbeeld gevraagd wordt van, pak iets uit de natuur en ga op basis daarvan iets ontwikkelen. En dat doe je eerst met een tekening en later werk je dat eventueel in 3D uit. Nou, dat is eigenlijk voor mij een heel interessante vorm van werken, omdat daar ben je helemaal vrij om materiaal te kiezen. Vormen te kiezen, kleuren te kiezen. En dat is eigenlijk veel meer vrijheid voor mijn gevoel als een model namaken. Dit is model Ben. Die heeft zes zaterdagen geposeerd. En eigenlijk in die zes zaterdagen maak je in eerste instantie een aantal tekeningen. Gecombineerd vaak met draadfiguren. Dat is vooral de eerste sessie om de hele houding van het model goed in je hoofd te brengen. Als je daar met tekenen mee bezig bent en met draad mee bezig bent, dan moet je overal goed op letten. En dan langzamerhand ontstaat het beeld zo van, oké, hij heeft precies die houding, zushouding en al dat soort zaken. En dat is eigenlijk de voorfase voordat je hem in klei begint op te zetten. Nou, dus als je die voorfase gehad hebt, dan ga je langzamerhand het beeld opbouwen met klei. Er zit een standaard erachter, zodat hij kan blijven staan. En nou ja, gaandeweg maak je steeds meer details. Je begint bij wijze van spreken met de benen en de body. En een klomp klei als het hoofd. En een paar hompen klei om de armen en een beetje volume te geven. En langzamerhand breng je daar steeds meer lijn in. Maar eigenlijk moet de basishouding van de figuur, die moet al direct in de eerste opzet erin zitten. En dat is heel erg belangrijk. Dus heel erg belangrijk is dat dit been, dit is een standbeen, dit been wat naar voren staat. Zijn hand hier, het draaien van het bovenlichaam een beetje, hoofd net de andere kant op. Allemaal dat soort zaken zijn heel erg belangrijk om zowel in de tekening als in het draad vast te leggen. Dit is een werk dat heeft niks met de academie te maken, alhoewel misschien dat ik het wel inbreng voor mijn eindexamen. Dat zou best kunnen, dat weet ik nog niet. En dit is eigenlijk, eigenlijk gaat het hier gewoon om de vorm. Ik vind het gewoon een mooie vorm. Twee van die eigenlijk bijna dezelfde vormen, maar dan aan elkaar tegengesteld. En van tevoren heb ik een paar tekeningen gemaakt en een klein modelletje gemaakt. Heel erg klein modelletje. Maar vaak werkt dat heel erg prettig om bij het hakken te zien waar je diep moet gaan en waar je steen moet laten staan en al dat soort zaken. Dus het is vaak heel erg prettig om zoiets te hebben. Uiteindelijk is dit beeld is bijna klaar. Hij kan op alle manieren in feite gepresenteerd worden. Zowel op dit als op deze manier, als op deze manier. En dat weet ik ook eigenlijk nog niet, hoe ik hem nou precies neer ga zetten. Eigenlijk hou ik niet van sokkels. Vind ik eigenlijk een beetje overbodig, maar misschien om het geheel goed te laten zien, zou ik dit toch wellicht op een pen moeten zetten en een sokkel. Dat weet ik nog niet precies. Maar
eerst maar eens de vorm afmaken. Het proces waar ik nu eigenlijk mee bezig ben, is met heel grof schuurpapier. Deze kan alle oppervlaktes in feite glad maken. En daarna kan ik verder gaan met wat ander schuurpapier om het geheel te polijsten. Nou, het is marmer, Carrara marmer. Het is redelijk hard. Dus het is een nogal arbeidsintensief proces om uiteindelijk vanuit een vierkant blok marmer naar deze vorm te komen. Dit is eigenlijk één beeld uit een serie van vier, waarin ik twee surrealisten samenbreng. En de twee surrealisten zijn Jeroen Bos uit de 17e eeuw. Surrealisme bestond toen eigenlijk nog niet, maar wat dat betreft voor mij avant-garde. En Salvador Dalí. En het deel van Jeroen Bos wat ik hier verbeeld is de boommens met hier zijn lijf. De boom die eigenlijk door zijn lijf heen groeit. En voorzien van de ladder, die komt ook nog wel uit het beeld van Jeroen Bos. En dan moet je denken aan de Tuin der Lusten. Dat is eigenlijk het schilderij waar het op gebaseerd is. En dat is het linkerpaneel in Tuin der Lusten. En dat wil zeggen hel, verdoemenis, zonde en dat soort zaken. En Jeroen Bos gebruikt allerlei monsters en vreemde beelden. Zo moet ik zeggen, mensen, een schildpad met een mensenkop. Of een sprinkhanenkop, iets dergelijks, om iets slechts uit te beelden. Dus een monster was voor hem iets slechts. Nou, dat was de boommens dus ook. En dat heb ik gecombineerd met twee dingen van Dalí. De smeltende klokken. En dat is hier een hoofddeksel geworden. In het beeld van, of het schilderij van Jeroen Bos, heeft ook een hoofddeksel, de boommens, maar dan een heel ander. Nou, en de wat lange poten van de olifanten van Dalí. Er zitten twee verschillende schilderijen van Dalí in en één van Jeroen Bos. Dat is wat dit beeld betreft. Dit kleinere beeldje is in feite gebaseerd op dezelfde schilderijen. De boom is hier alleen maar één stam. En het lijf van de boommens is in feite een ei met een kop daarop. En aan de boom hangen de groene blaadjes. En de groene blaadjes zijn in dit geval weer smeltende klokken. Dus daar komt Dalí weer tevoorschijn in het hele verhaal. Dit beeld is in feite vergelijkbaar. Je ziet de hele lange poten. En dat zijn de olifantspoten van Dalí. Het lijf en de kop van de boommens en de boom die hier door eigenlijk het lijf, alleen hij heeft geen basis op de grond. Hier komt eigenlijk de boom gewoon uit zijn lijf gegroeid. En de ladder komt ook weer terug. In het schilderij van Jeroen Bos loopt er ook nog een figuurtje op de ladder en is in dit lijf is eigenlijk een heel soort, ja, een soort café achtergemaakt waar een soort drankgelag plaatsvindt. Nou, dat heb ik hier niet verbeeld, maar daar is eigenlijk die ruimte van zijn lijf voor. Dat is het derde beeld van de serie. Dit is eigenlijk de eerste versie van de boommens met Dalí-achtige aspecten. Het lijf is nog van de boommens. Je ziet de boom ook van onderaf komen. Alleen de hele lange dunne poten van Dalí. En ook een olifantenkop met een slurf. En hierbij, maar dat is wat groot uitgevallen, daar ben ik zelf niet zo echt tevreden over. Dus de smeltende klok van Dalí. Maar het is ook de eerste versie, dus wat dat betreft gaf deze versie weer aanleiding om naar de andere beelden, andere versies te gaan. Ja, zo nu een beetje aan het einde van dit filmpje.
eigenlijk wat je gezien hebt van beeldhouwen zijn enerzijds de figuratieve beelden, zoals op de academie gemaakt worden en wat ook op de academie echt als studie gegeven wordt. Daarnaast de installaties eigenlijk van draad en van gips en dat soort zaken. Eigenlijk het meer vrije werk, dus niet het figuratieve werk. En als derde element, wat ik in beelden ook wel wil maken, zijn gewoon mooie vormen. Vormen die me aanspreken, zoals het marmeren beeld met die twee, kommen die eigenlijk tegengesteld geplaatst zijn. Maar ook bijvoorbeeld zoals dit beeld, wat eigenlijk door de tekening van de steen eigenlijk al heel erg mooi geworden is. Nou, eigenlijk geef ik hiermee aan dat beeldhouwen veel meer is dan hakken in steen en hakken in hout. Je kan wat dat betreft met papier en met plastic en met afval en met hout, wij spreken stukjes hout, afvalhout, kan je gewoon hele mooie beelden maken. En dat is eigenlijk het interessante van beeldhouwen, is dat je een heleboel kant op kan. Boekhandel Roodbeen en de bibliotheek organiseren voor het eerst een leesfestival voor jongeren. Schrijver Twan Heijmans was daarom op bezoek bij het Corla College in Nijkerk en Eli Hakman was daarbij. Ja, het is natuurlijk bedoeld om leerlingen in contact te brengen met nieuwe auteurs, met nieuwe boeken, boeken die ze nog niet kennen. Ik vind het heel leuk om over boeken te vertellen en ik heb ook in 5 HAVO gezeten. Boeken eigenlijk is bij mij is dat pas wat later gekomen dat ik echt heel enthousiast werd over boeken lezen, maar vooral over boeken schrijven, want dat doe ik het liefst. We waren eigenlijk alleen met z'n tweeën in de woestijn, waar ik op een kameel gekomen soms. En dat gebeurde echt steeds meer en ik begon dus achter haar aan te rennen. Want ik denk, ik moet erbij, ik moet zien waar ze naartoe worden, waar ze naartoe gaat. Maar we vonden het een leuk spelletje, dus ze was heel licht als meisje van 6. Dus ik kon heel snel door het zand rennen. Dus wij renden met z'n tweeën achter elkaar aan door de zandduinen van de woestijn in Marokko. En daar is eigenlijk mijn idee ontstaan van wat gebeurt er als ik haar nu helemaal niet meer terug kan vinden. En dat was zo'n waar gevoel. Dus dat heb ik heel lang bij me gedragen en daar wilde ik iets mee doen met in een boek Woestijn. En toen dacht ik weet eigenlijk niet zoveel van de woestijn. Daar kwam ik wel eens, maar niet heel vaak. Maar ik weet veel meer van de zee en wil ik daar heel veel zeggen om. Vaak alleen. Ook wel met haar. En zo heb ik het eigenlijk bedacht op een gegeven moment van laat ik dat dan maar als decor gaan gebruiken voor het boek. En dat werkte heel goed omdat ik weet hoe zo'n boot werkt. En het leuke van een roman schrijven is dat je echt alles kan verzinnen. En dat is meteen het grote gevaar. Dus wat ik altijd doe is heel erg proberen om echt een soort in mijn hoofd een soort theaterstuk te zien. Hoe schrijf jij zo'n tussenhaakjes thriller-achtige roman? Dus ik weet vaak precies hoe een boek begint. Ik weet vaak de eerste zin al jarenlang. Ik teken het niet helemaal uit. Dat doen veel schrijvers wel vaak. En dat noem je dan een plot. Hè. Dus het plot is eigenlijk het geheel van puzzelstukjes. Dus dan kom je uiteindelijk uit van wie de moord heeft gepleegd. Zeg maar. Dat doe ik niet. Maar ik heb al wel een soort idee in mijn hoofd. Ik vond het wel interessant. Het verhaal van een schrijver die dan op zijn verhalen komt en hoe die erachter komt. Want hij ging bijvoorbeeld een huisje in de Alpen boeken en daar is hij op een verhaal gekomen. En met zijn dochter in de duinen, maar dan bij zijn boek op zee, van dat zijn dochter kwijt was. Dus ik vond het wel interessant om daarnaar te luisteren. En hoe is het met jou? Ja, nou, ik hou heel erg van boeken en ook wel van het schrijven zelf. Dus op zich, ik wil altijd wel een boek schrijven. Maar ik vind dit ook wel, het geeft weer een ander beeld van het schrijven van een boek. Maar als je zegt, ik zou wel een boek willen schrijven, heb je dan al een heel klein beetje een idee waar het over zou moeten gaan? Ja, ik heb wel op zich bepaalde plannen. Het is nog wel, ik wijk elke dag, dan heb ik weer een ander idee ook weer om er ook in te voegen. Dus dat is wel moeilijk, omdat je gewoon, waar begin je? Ja. Maar leg je die ideeën dan ook vast? Schrijf je dat op ergens? Ik heb gewoon in mijn hoofd, heb ik gewoon eigenlijk het hele, de grote lijnen heb ik gewoon in mijn hoofd. Ja.
En dan ben ik ook al een beetje aan het kijken naar andere boeken, hoeveel woorden zitten er in, hoofdstukken, dat allemaal. Dus ik heb al een hele lijst met wat er in welk hoofdstuk gebeurt, maar tot in de details, dat is gewoon, ja, dat is moeilijk. Ja, het duurt heel lang voordat het boek af is. Want het wordt, zeg maar, je hebt een uitgever leest het, je hebt een redacteur, heet dat, die leest met je mee en die geeft tips. En, dus je maakt heel veel versies. Ik denk dat van op zeven, zes of zeven versies zijn. En tot het laatste moment kun je nog dingen veranderen. Dat is het verschil met als ik een stukje schrijf voor de krant. Er staat vandaag een stukje over boeren voor mij in de krant. Maar dat is morgen is de krant weer weg. En uiteindelijk dan wordt het boek gedrukt. En dat is eigenlijk een heel mooi moment. Want dan krijg je dus, dan belt de uitgever op van kun je langskomen, want je boek is er. Ja, dan heb je een boek in je handen. Dat is heel raar, want tot dan toe was eigenlijk alleen maar een hoop tekst in je laptop. Hoe komt het dan uiteindelijk bij Ingeborg terecht? Ja, dat is heel spannend, want er worden heel veel boeken geschreven in Nederland. Maar er zijn niet veel boeken die echt veel verkocht worden. Dus, debuten zijn voor boekhandelaren altijd heel erg belangrijk om die in ieder geval te bekijken, op zijn minst diagonaal te lezen, liefst helemaal te lezen. Maar uiteindelijk, het is gewoon verkoop. Dit is gewoon geld waar je het over hebt. Dus voordat ik of Ingeborg een boek inkoop, moet je echt wel overtuigd worden. Daar is soms behoorlijk wat overtuigingskracht voor nodig. Je bent journalist en nou word je een uur geïnterviewd. Dat lijkt me heel lastig. Ja, dat is echt heel lastig. Ik kan het nog steeds niet aan bidden. Nee. En zeker op zo'n school om 9:00 ochtends. Want ik hoor dan dat ze ook nog een vrije dag hebben eigenlijk. Dan denk ik van, dan moet ze tegen zo'n oudere schrijver, die kalende schrijver staan aan te kijken. Dat wordt vast helemaal niks. Maar ik vond het hartstikke leuk. En volgens mij, wat ik zo kon zien, want je ziet vanaf het podium niet alles, maar was er hier en daar ook wel echt interesse in wat ik te vertellen had. Dus dat is leuk. Ja, maar met de billen bloot is een uurtje, dat is niet makkelijk. Nee, dat is echt heel vervelend. Want er werd aan het begin gezegd van, ja, we kruipen in het hoofd van de auteur. Ja. Dat heb je ook laten zien, hè, wat er in je hoofd gebeurt met je verhalen. Niet alles hoor. Kan ik maar, het is een... maar dat is raar, want ik ben gewend natuurlijk om zelf de vraag te stellen. Hè. Ja. Dat is heel anders om aan de andere kant te staan. En tegelijk vind ik het super leuk om te doen. Zo erg met de boeken, ja, wel met die stripboeken zoals Donald Duck of Leven van een Loser. Ja, als ik voor school een boek moet lezen, pak ik me meestal wel gewoon het eerste boek van de bibliotheek en lees ik dat. Maar niet dat ik echt voor mijn plezier lees of zo. Maar daar is het juist deze week voor bedoeld, het leesfestijn. Ja, het is natuurlijk bedoeld om leerlingen in contact te brengen met nieuwe auteurs, met nieuwe boeken die ze nog niet kennen. Natuurlijk is het zo dat niet elke week een auteur een school kan bezoeken. Daar is deze week ook speciaal voor opgezet, de Boekenweek voor Jongeren. Nu al een kleine 10 jaar in september dat plaatsvindt. En we merken wel dat zo langzamerhand het een begrip begint te worden. Ook deze week gaat onze auto verder met het vastleggen van onze regio voor het nageslacht. Deze week nemen we een kijkje in Voorthuizen. Thank you.
daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Cultuurvuur. We maken dit programma met een klein team van vrijwilligers en dat willen we graag uitbreiden. Dus heb je interesse om mee te werken aan de uitzending zelf, aan het maken van reportages of iets anders? Stuur dan een mail naar talent@aemediagroep.nl. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe en maandag zijn we weer met aflevering nummer 22. Tot dan!